Welkom bij BM Talk en Community Stories. Mijn naam is Khalid Ouaziz. En mijn naam is Raja Vergata. En samen zijn we Mr. en Mrs. Oasis. En we gaan vandaag in gesprek met Hussein Bezaai. Hij is programmamanager Racisme en Discriminatie bij de KNVB. Aan het aanvalsplan getiteld Ons Voetbal is van Iedereen werd maandenlang gesleuteld met de KNVB en verschillende ministeries. Met als doel racisme en discriminatie te weren. In het kader van het aanvalsplan werd onlangs de commissie Mijn Hans opgericht. TV-presentator Roberto Tan is voorzitter van de commissie, waarin onder andere voormalig topvoetballer Daphne Koster plaatsneemt. Ja, en Hussein is oudspeler van onder meer Sparta Rotterdam en Top Os. En na zijn voetballoopbaan werkte hij aan diverse maatschappelijke projecten, zoals het Jeugdfonds Sport en Cultuur. En ging hij met hulporganisatie Movement on the Ground naar Lesbos om voetbalclinics aan vluchtelingen te geven. En was hij vrijwilliger bij het Nederlands dakloze team. Hussein, welkom. Ja, dankjewel. Jullie ook bedankt. Maatschappelijk betrokken, voordat we de actualiteit gaan aanstippen, want er is nogal wat gebeurd de afgelopen weken en maanden. Maatschappelijk betrokken, je zet je in voor je medemens. Je bent een verbinder. Waar komt die draai vandaan? Ja, ik denk altijd zoals iedereen wel eens roept van huis uit. Mijn ouders waren best wel betrokken mensen in onze community, zeg maar, waar we vandaan kwamen. En ja, dat is ook wel heel bijzonder dat je ineens een neef of iemand die je niet kende, die dan wekenlang in huis genomen werd door mijn ouders. Mijn ouders waren altijd heel erg betrokken en hielpen heel veel mensen. En daar komt het eigenlijk eerlijk gezegd vandaan. Dus ik denk dat je dat dan van huis uit meekrijgt. En uiteindelijk toen ik voetbalde, merkte ik dat ik me gewoon veel meer wilde inzetten voor eigenlijk de minder bedeelden in onze maatschappij. En ik dacht, ik moet iets terug doen. En dat begon eigenlijk bij een eerste projectje, dat waarbij we dus jongeren die uitvielen in het onderwijs, zeg maar als buddy, gekoppeld kregen. En ja, dat bleef eigenlijk altijd bij me hangen. Dat ik dacht van ik moet iets kunnen terugdoen. En toen dacht ik van dan moet je als rolmodel door het leven. En en dat is eigenlijk een beetje de eerste aanzet geweest tot waar ik nu sta. En en ik hoop dat ik dat nog in jaren kan en mag doen. Ja, mooi. Mooi. Ja, Raja zei het net al. Is natuurlijk het een en het ander gaande ook binnen de KNVB. Is nu ook een paar pittige weken achter de rug. Kun je kort uitleggen wat er is gebeurd? Nou, eerst de aanleiding. Hè. Zoals iedereen dat weet is dat 17 november 2019 geweest. Hè, waar Mendes Moreira natuurlijk door een publiek, met name onjuist of in ieder geval racistisch en gediscrimineerd werd. Dat was ook eigenlijk de druppel voor heel veel mensen. Maar ook de publieke opinie, maar ook de overheid. Dat we op een gegeven moment bij elkaar waren gekomen en zeiden van dit kan niet langer. En toen is inderdaad de overheid en de KNVB erop gesprongen. En hebben ze eigenlijk de regie genomen in het plan. Nou, dat plan dat kennen we, voetbal van iedereen. Mm-hmm. En de eerste was natuurlijk een programmanager aanstellen. En daar kwamen ze bij mij terecht. En ik moet ook zeggen, het is niet iets wat ik als een baan zie. Ik zie het ook wel als een persoonlijke missie. Dat heb ik toen ook verteld tijdens mijn gesprek met Jan Dirk van der Zee en Erik Gudde. Omdat je wil ook natuurlijk iets meegeven aan je eigen kinderen. En ook de nieuwe generatie. Dus het is voor mij ook een persoonlijke missie. Ja. Ja, want hoe is het om binnen de KNVB aan die verandering te werken? Ja, ik vind het een eer en ik vind het ook gewoon mooi. En het is ook gewoon natuurlijk voor mij altijd wel iets speciaals. Hè? Je bent voetballer, dus je wil iets doen in de voetballerij. En als het dan ook nog op maatschappelijk stuk kan. Ja, dat is alleen maar voor mij heel mooi om te zien hoeveel mensen er eigenlijk bij de KNVB werken. Maar ook hoeveel mensen er nu aan dit plan meewerken. En voor mij was het ook wel fijn om te zien dat. Ja, er wordt natuurlijk geroepen, het is een wit bolwerk. En uiteindelijk zijn die witte mensen, om het zomaar even in die taal te spreken, mij ook aan het helpen. En met heel veel passie en energie om dit probleem wat we hebben, dus het racisme en discriminatie in de voetbal tegen te gaan. Alleen ik zie het niet alleen een voetbalprobleem overigens, want het is natuurlijk ook een maatschappelijk probleem waar we natuurlijk met z'n allen in zitten. En de KNVB is denk ik wel het waar iedereen naar kijkt. Wij moeten dingen oplossen voor mensen, maar we kunnen het niet alleen. Dus we hopen wel dat iedereen ons daarin steunt en ook een steentje bij wil dragen. Ja. Omdat sport ook wel verbindt. Ja, dat is ook het mooie van voetbal met name is dat het op verschillende lagen natuurlijk ook verbindt. Hè. Dat is volgens mij de enige sport waar het niet uitmaakt of je vader multimiljonair is of dat je vader gewoon een bijstandsuitkering hebt. Uiteindelijk op dat veld voetbalt iedereen samen. Mm-hmm. Ja, aan de andere kant. Ja, zorgt het ook wel voor heel veel van oneerlijkheden. En met name van oneerlijkheden op racistisch en discriminatie. Ja,
En waar stokt het volgens jou wat betreft die gelijkwaardigheid in representatie? Want je hebt natuurlijk, de teams zijn divers samengesteld. Trainers gaat ook al steeds beter. Waar stokt het een beetje wat betreft in die ladder naar de top? Nou, ik denk dat het misschien ook een stukje... Ja, iedereen weet van zichzelf dat je dan denkt van... Ja, de KNVB is eigenlijk wit bolwerk. Of ja, daar word ik toch niet aangenomen. Dat sentiment heerst er een beetje. Dat was ook bij mij. Dat ik dacht, ah, de KNVB, daar word je toch niet aangenomen. Maar uiteindelijk heb ik toch gemerkt dat het toch anders is. Ik denk dat we ook nu anders moeten kijken. Mensen moeten ook gewoon gaan solliciteren. Er is ook nu besef bij iedereen dat het... niet kan en dat we ook gewoon een afspiegeling moeten zijn van wat er inderdaad op het veld afspeelt. En ja, de eerste aanzet is gezet door mij aan te stellen. Maar toen ik bij de organisatie binnenkwam, waren er ook wel gelukkig al wat meerdere mensen met niet-westerse achtergrond, maar ook vrouwen al aan de slag. En ik vind dat we eigenlijk als KNVB moeten we daar veel meer in gaan betekenen. En dat dragen we ook uit en dat moeten we ook gewoon gaan doen. We hadden het voor de opname, hadden jullie al een gesprek hierover. En toen ging het, en dat argument is de afgelopen interviews en gesprekken die we hebben gevoerd, ging het ook over het argument, het moet gaan over kwaliteit. Ja. En dat argument zijn we wel voorbij in Nederland, vind je niet? Ja, klopt. Anders zeg je eigenlijk dat iemand met een ander kleurtje geen kwaliteit heeft. En dat vind ik een beetje achterhaald. Tuurlijk moet je altijd naar kwaliteit kijken. Dat staat voorop. En is dat staat voorop, ja. Dus daar ben ik het met je eens. En alleen ik denk dat je nu ook mensen een kans moet geven om hun kwaliteit naar boven te laten komen. En ze die kans bieden om in ieder geval gesprekken aan te gaan. En dat is ook wat we willen. We moeten ook gewoon breder kijken. En zorg dat mensen in ieder geval hun kwaliteit aan je kunnen tonen. En ik denk dat dat daar nu de eerste aanzet voor gezet is. En ik zie het ook nu binnen de organisatie, ook bij HR, dat er nu ook vragen aan mij worden gesteld. Joh, hoe kunnen we het netwerk vergroten wat we hebben? Hè? Uiteindelijk put je vaak uit je eigen netwerk. Ja, en ik hoop door mijn netwerk het nu iets breder te trekken voor de KNVB. Maar ik nodig ook iedereen altijd uit nu, met name van joh, zie je een leuke functie bij de KNVB of wat dan ook, ga gewoon solliciteren. Ja. Nou ja, vanuit natuurlijk jullie aanvalsplan is die commissie Mijnals in het leven geroepen. Snap jij een beetje de frustratie van de afgelopen periode van de commissie als het aangaat op het aanstellen van de nieuwe bondscoach, dat zij daarin eigenlijk het idee hebben dat de KNVB heeft die commissie zelf aangesteld en het aanvalsplan, maar dat er vervolgens toch geen cultureel divers geschikte kandidaat naar voren is geschoven? En dat we nu met... Nou, ik kan het enigszins wel begrijpen, alleen ik ga niet over het aanstellen van een trainer. Kijk, nee. Ik snap wel dat het proces moet veranderen. En daar zijn we als KNVB ook gewoon bewust van. Dus dat proces moet ook gewoon veranderen. En wij zien ook gewoon in als KNVB dat we intern ook diverser moeten worden. Dus daar kan ik ze alleen maar gelijk geven. En daarom willen we ook gewoon het gesprek aan blijven gaan met de commissie Mijnals. Om te zorgen dat we meer naar elkaar toe gaan. En wie er als trainer voor het team staat, als bondscoach... Ja, daar ga ik niet over. En ik hoop dat Frank Boer het gewoon hartstikke goed doet. En als de volgende keer iemand is... Met een kleur of niet-westers of een vrouw, dus noods. Ja, dat vind ik ook prima. Heb je het idee dat de KNVB ook meebeweegt als het gaat om die maatschappelijke bewustwording die er nu heerst? Hè? Van een generatie die opstaat en die zegt, dit is wie we zijn. We zijn trots op onze culturele achtergrond. We staan voor een aantal zaken zoals sociale gelijkwaardigheid, racisme, onderwerpen waar we het net over hebben gehad. Dat de KNVB die signalen herkent uit de samenleving en meebeweegt als organisatie. Want heel vaak als buitenstaande denk je dat de KNVB een vrij log systeem is. Klopt dat? Nou, dat is wel wat men denkt en roept ook. En nu kan ik in ieder geval beamen dat we wel aan het veranderen zijn. We zien het ook in ons beleid. We willen ook gewoon het beleid echt aanpassen. Want je kan niet alleen maar dingen roepen, maar je moet ook beleid aanpassen. Dus er is een directie straks die een besluit moet nemen op dit beleid. Nou, dat gaat echt wel veranderen. En ik merk het ook intern dat collega's ook openstaan voor andere dingen zoals besturen. Maar ook raad voor commissarissen. Daar moet ook wat veranderen. Ja, als ik onze interne collega's hier hoor, die zeggen ook van ja, we moeten ook diverser worden op dat stuk. Dus zijn niet alleen ook, maar... Zijn ze ook...
van plan om bijvoorbeeld ruimte te maken voor iemand van kleur? Je hebt bijvoorbeeld vanuit de culturele sector zijn er een aantal mensen uit besturen opgestapt om te zeggen, we maken ruimte voor iemand met een culturele achtergrond. Zie je dat de KNVB ook doet vanuit de raad van bestuur of toezicht? Ja, nou ja, er zijn ook mensen die ook gaan stoppen. En daar hebben we gezegd, nou moeten we kijken hoe kunnen we dus nu iemand anders daarvoor aanstellen. En daar gaan we ook het gesprek met, nogmaals, ook met de commissie Mijnals. Om te zeggen van joh, kennen we op dat niveau ook mensen die ook op bestuurlijk niveau iets willen gaan doen. Mm-hmm. Nou, we hebben gelukkig een aantal, zoals Said Samir Toep en Hassan Fagadi, die als bij ons ook aangesloten zijn op dat niveau. Dus het is niet dat we dat niet willen, maar mensen moeten zich ook aandienen. Want ik roep iedereen ook op, nou ja, als je de noodzaak daarvan ziet, dat moet je dan ook, zeg maar, ook bewegen. Kom naar ons toe, meld je bij me aan, dus nou, dan gaan we het gesprek aan. Ja, en ja, dan kunnen we je ook voorstellen om in dat bestuur of in zo'n commissie terecht te komen. Ja, vanuit diezelfde commissie Mijnals hebben ze het vaak over de Rooney Rule, waarbij er in elk geval minimaal één iemand van kleur ook daadwerkelijk in de sollicitatieprocedure steeds mee wordt genomen. Is dat iets wat, waarvan jij zegt van daar staan wij achter en dat moet nu wel echt gewoon actief geïmplementeerd worden om daadwerkelijk die verandering een push te geven? Ja, ik vind het ook gewoon iets wat moet kunnen en moet gebeuren. En ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. Dus dat is niet iets wat wij niet, zeg maar, zien zitten. Want het moet gewoon. Ik denk dat je, als je die kant op wil, dat je ook mensen moet uitnodigen. Ja, anders word je nooit divers. Dus ja, je moet gewoon het gesprek aangaan. En nogmaals, kwaliteit gaat voorop. En ik denk dat er echt genoeg mensen met kwaliteit zijn, maar het eigenlijk nog niet beseffen dat ze dus bij de KNVB kunnen gaan solliciteren. Maar ik nodig ze gewoon uit. Er is genoeg ambitie, denk ik, bij jongeren onder ons. Met niet-westerse achtergrond of vrouwen of wie dan ook. En nou ja, ik vraag ze gewoon lekker te solliciteren. En jij bent natuurlijk ook het gezicht, hè, van de KNVB op dit moment. En mensen kunnen jou als rolmodel zien. Omarm je die functie ook echt, vind je? Het is natuurlijk ook wel raar om dat over jezelf te zeggen, maar ik kan me voorstellen dat mensen dat wel zo zien. Hoe ga je daarmee mee om? Ik hoop dat ik het in ieder geval goed kan overdragen en dat ik echt mensen kan oproepen nogmaals. En ook de verbinding ben ik zeker aan het zoeken. En ik vind het ook gewoon, ja, als ik het voorbeeld moet zijn of in ieder geval rolmodel moet zijn, nou prima, weet je wel. En ik vind het ook helemaal niet erg om te doen. Ja, want als we niet zichtbaar zijn, dan kan je ook niet veranderen. En dan wordt het nog steeds van, nou ja, het blijft. Ze zijn er niet. Ze zijn er niet. Dus ik vind ook wel, ik vind het ook niet erg om een rolmodel te zijn. Vooral op dit thema. Mm. Dus ik vind het prima als dat wordt gezien door anderen. Dus ik hoop dat mensen het ook dan gaan zien dat we iets diverser moeten. Ja. Even een persoonlijke noot. We lazen in een interview van jou, waarin je vertelde over hoe je zoontje racisme op de velden heeft meegemaakt. Als we dat even persoonlijk mogen maken. En dat je aan hem vroeg, wat wil jij ermee doen? Ja. Kun je uitleggen hoe dat momentum ging en hoe belangrijk dat is voor de beeldvorming van je zoontje in dit geval? Ja, want ik heb, mijn zoon is een jongen die overal goed over nadenkt, ondanks zijn jonge leeftijd. En ik vond het wel mooi dat hij dat vroeg. Dus ik dacht van, nou ja, geef mij maar dan ook het antwoord. Nou ja, het antwoord was niet wat ik wilde horen op zich. Hij zegt, ja, de volgende keer dan geef ik hem, dan zeg ik het nog zacht, een trap op zijn been. En eerlijk gezegd, dat deed ik vroeger wel. Ik weet nog dat het mij gebeurde, op mijn 12-jarige leeftijd. Ja, toen werd ik voor, weet ik, voor wat uitgeroepen. Toen gaf ik mijn tegenstander, die gaf ik echt een trap in zijn rug. Ja. Maar ik had niemand om er mee over te praten. En daar zit, denk ik, het verschil in. Kijk, mijn zoon komt ermee naar mij toe. Ik ga erover praten en ik hoop dat hij het dan oppakt, dat hij de volgende keer denkt van, ja, oké, ik moet er anders mee omgaan. Dus je moet je ook je normen en waarden die je, zeg maar, van huis uit meekrijgt, dat is wel heel belangrijk. Mijn vader was een gastarbeider, die was altijd aan het werk. Dus nog nooit weten kijken bij mij. Dus die had ook geen idee wat ik aan het doen was. En ik was op zich een rustig kind. Dus dat was zijn geluk weer. Dus hij hoefde zich daar geen zorgen om te maken. Maar ja, op voetbalgebied, dingen die dus op het veld gebeurden, zoals dus iemand die mij racistisch bejegend, daar kon ik niet over praten thuis. Maar dat wist je ook niet. Je had zoiets van, nou, dat moet ik zelf oplossen. En die oplossing was, nou, ik geef hem een trap. Maar het wrange van het hele verhaal is dat iedereen jou aankijkt op dat moment en jou als dader ziet, terwijl jij eigenlijk door een reactie, die eigenlijk niet goed is, laat ik het ook eerlijk zeggen nu, hè, zoveel jaar later, op dat moment vond ik het een goede reactie, dat je dan denkt van, ja, hoe ga je er dan mee om als kind? Hè, want je bevestigt weer, voor jouw gevoel, ik zie je, ze vinden me allemaal eigenlijk kut Marokkaan op dat moment.
En dat is een beetje wat je je zoon mee probeert te geven van joh, denk erover na en hoe ga je ermee om? Ja, en de volgende keer hoop ik in ieder geval. Zijn dat dingen die los van natuurlijk op het veld opgelost worden, zijn dat dingen die ook vanuit KNVB door scheidsrechters bijvoorbeeld toch vanuit de jeugd al veel eerder gesignaleerd kunnen worden en gewoon uitgeroeid kunnen worden, om het even grof te zeggen, omdat het toch best een hardnekkig probleem is? Ja, dus moet je ook je scheidsrechters, hè, moet je trainen. En ja. Dat zijn we ook mee bezig, hè, in ons AVOS-plan. Met name het voorkomen. Daar proberen we ook 5000 officials, minimaal 5000 trainers te gaan, of scheidsrechters te gaan trainen. Hoe herken je nou discriminatie en racisme? Hoe ga je ermee om, ook in je rapportage toe? Hè? Ja. Want uiteindelijk wil je ook dat het opgepakt wordt, dat het een tuchtzaak wordt. Dat je mensen ook, als ze zich herhaaldelijk, zeg maar, op dit vlak, zeg maar, weer wanordelijk gedragen. Dat verantwoordelijkheid je dat afgeven. Ja. Dus je moet ook, je moet toch een keertje een voorbeeld stellen. Dus als het gebeurt, moet je ook gaan straffen. Nou, en dat straffen is iets. Maar ik vind ook, als je iemand straft, moet je hem ook uiteindelijk voorlichten waarom hij dat heeft gedaan. En om zodat hij de volgende keer niet gaat doen. Ja. Of in ieder geval bij na gaat denken. Zeker. Ik hoor een hoop interessante dingen die in elk geval in jullie strategie zitten. Wat zijn de meest positieve aspecten die jij op dit moment binnen de KNVB merkt sinds jouw aanstelling en sinds die hele commissie er is? Nou, wat ik net al aangaf, dat intern heel veel collega's in beweging komen in de positieve zin. Dat ze ook blij zijn dat er, zeg maar, heel veel aandacht aan dit onderwerp wordt gegeven. Dus je merkt ook intern dat men ook wel denkt van ja, we moeten echt wel veranderen. Dat is één. Maar ook dat eromheen mensen ook nu zoiets hebben van hey, ik moet me ook, zeg maar, uitspreken. Vroeger hield ik het voor me. Dus ik vind het ook wel goed dat er nu een tendens is dat mensen ook gewoon zeggen wat er gebeurt en dat ze zich hun gevoel uiten. Zodat we er ook wat mee kunnen. Want als men het allemaal voor zichzelf houdt, ja, dan lijkt het net of er geen probleem is. Maar het is een gigantisch probleem. Als je gaat kijken, het gebeurt nu bij Den Bosch. Dat is een profclub. En dan denk je van, nou ja, het probleem is niet zo groot. Het is weer een incident. Maar op het amateurveld gebeurt het gewoon wekelijks. Mm. En daar, dat is ook iets wat we niet moeten vergeten. Ja. Want daar is eigenlijk het grootste probleem. Nog werk aan de winkel dus, zou ik zien. Ja, en daar hebben we iedereen bij nodig. Ja, ja, nou, ja. Fijn dat je dat in ieder geval aan deze tafel bij ons even wilde toelichten. Graag gedaan. Dank voor je komst. Nou, jullie ook succes met de show. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Dit was BM Talks met Community Stories. Dank jullie wel. Tot de volgende keer.